Ja, toch is dit dus wel een maatregel die heel veel oproept in Nederland. Mm. Specifiek natuurlijk bij de VVD-kiezer en ook bij de VVD-achterban. Want de VVD was natuurlijk altijd de partij, de zelfbenoemde vroempartij. We gaan voor 130, we moeten gaan doorrijden. In je column in de Telegraaf schreef je dat het een uitverkoop is van eigen iconen. Ja, dit is eigenlijk de zoveelste keer dat de VVD ergens hard over op de trom heeft geslagen de afgelopen jaren. En wat omwille van de coalitievrede of een andere reden het raam uitgaat. En dat is dus ook de optelsom. En dat maakt het eigenlijk ook zo pijnlijk. Kijk, want welke dingen hebben we nog meer? Nou, we hebben de hypotheekrenteaftrek gehad die als een huis stond, maar vervolgens het raam uitging. We hebben het over lastenverlichting die in Nederland beloofd is, die niet doorging en waar de premier sorry voor zei. Er zou orde op zaken worden gesteld in het politie- en justitieapparaat. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen onder het bewind van VVD'ers. Asielbeleid, hè, streng doch rechtvaardig asielbeleid, geen kinderpardon, totdat er wel een kinderpardon werd doorgevoerd. Nu dus die 130 die waarvan afscheid wordt genomen, waar eerst nog de premier, je ziet hem vandaag in alle kranten, ja, met glunderen, zelfs op televisie hier, ja, met die 130. Maar wat zegt dit dan? Nou, dat de partij uiteindelijk, en dat is denk ik het probleem voor als er straks verkiezingen aankomen, met welk verhaal ga je nog naar de kiezer? Je kan mensen wel van alles in het vooruitzicht stellen, maar als je alles keer op keer bereid bent om op te geven, dan is het onderscheidend vermogen voor zo'n partij wel heel erg beperkt. Dan is het eigenlijk het enige wat je dan nog over hebt voor de VVD is, wij besturen het land en we leveren misschien het premier. Ja, laten we even luisteren naar Maurice de Hond. Die heeft gekeken naar inderdaad wat de achterban van de VVD hiervan vindt. Een kwart vond sowieso dat de snelheid best naar 100 kilometer kon. Een ander kwart zegt, nou ja, in het kader van de stikstofproblematiek vind ik het niet echt erg. En de andere helft, die is er wel negatief over. Een kwart zelfs behoorlijk negatief. Maar ja, dat betekent niet automatisch dat ze vervolgens zeggen, nou, en daarom vind ik een andere partij ineens veel attractiever. Je hebt de PVV, maar die zit toch niet zo heel dicht bij de VVD-kiezer. En als ze de PVV aantrekkelijk vinden, dan waren ze er al. Forum zou een partij zijn die wat meer in hun blikveld zit. Maar ja, daar hebben ze, zeker wat er het al afgelopen maanden is gebeurd, toch ook wel redenen voor om daar niet naartoe te gaan. Ja, als ik dit zo hoor, dan zullen de gevolgen volgens Maurice de Hond dus niet zo groot zijn. Simpelweg omdat er niet een aantrekkelijk alternatief is. Nee, nou, denk jij dat ook? Er zijn nog geen verkiezingen natuurlijk. Hè. Daar hebben we nog anderhalf jaar voor te gaan. In die tijd kan er nog ontzettend veel gebeuren. En het is waar dat Maurice de Hond zegt dat inderdaad het alternatief, denk ik, ook vooral bij Forum gezocht werd. Maar door de interne strubbelingen daar is dat een minder aantrekkelijk alternatief geworden. Dus het is zeker waar dat daar een bloemenbedje voor de VVD ligt om op te vallen. Want, en daar worden ze in de VVD, houden ze daar ook heel erg rekening mee. Ze kijken naar die peilingen, ze kijken naar wat Maurice de Hond zegt. Ze denken het sentiment, we kunnen dit misschien wel leiden. Maar op de lange termijn is het denk ik voor de VVD niet goed dat er steeds dingen worden verklaard alsof ze heilig zijn en vervolgens het raam uitgaan. Nee, is dat ook iets wat jou betreft de geloofwaardigheid van zo'n partij dan aantast? Nou ja, kijk wat Wouter terecht zegt. Want ze hebben op voor hun heel belangrijke terreinen hebben ze steeds toegegeven. Ik vroeg me nog af, laatste vraag op de valreep. Krijgt de VVD hier nog iets voor terug, Wouter? Hoe schat je dat in? Ik denk dat ze wel de gunfactor misschien in de coalitie langzamerhand hebben. Dat er wel een besef is ontstaan van, er is nu zoveel van die VVD gevraagd. Mm-hmm. Dat ze niet veel meer gaan meegeven. Maar ja, de vraag is op wat moet je nog meegeven langzamerhand? Ja.